Welkom allemaal. In deze film lichten wij onze dienstverlening rondom succesmanagement toe. Ik ben Geurt Kleijer, succesmanager bij AFAS. De afgelopen twee jaar heb ik heel veel klanten gezien. En wie kan nou beter onze dienstverlening uitleggen dan een klant zelf? Ik heb van de OES hier een advies bereid gevonden om mij daarin te ondersteunen. Dus, Welkom Martin en welkom Renate. Martin is uh, voorzitter bij uh, Van Oers en uh, Renate is uh, applicatiebeheerder uh, bij uh, Van Oers. Um, kort over onze dienstverlening. Wat is succesmanagement? Nou, nou, gelukkig doe ik het niet alleen. We hebben een team van deze toppen staan om uh, onze klanten te bedienen. Uh, ik merk dat klanten nog vrij onbekend zijn met het fenomeen, maar een kwart van de klanten maakt hier gebruik van. Nou, ook met deze film willen we daar klanten natuurlijk toe zetten. Um, wat doen wij dan? He, waarom doen we het? Ja, relatiebeheer met meerwaarde is wat wij, uh, wat wij pretenderen. En we willen graag klanten dus binden door te boeien en te inspireren. Nou, hoe doen we dat dan? Uiteindelijk willen we met, uh, met je, je bedrijfsprocessen zoveel mogelijk soepel maken en automatiseren. En toevallig hebben we daar natuurlijk een hele mooie tool voor, Avas Profit. Uh, genoeg daarover. Uh, Martin, welkom. Dankjewel. Twee jaar geleden zijn wij in contact gekomen met elkaar. Uh, kun jij eens aan de kijker uitleggen uh, wat het jou uiteindelijk heeft gebracht en de organisatie van OES? Ja, ja, Geurt heeft ons uh, twee jaar geleden uitgedaagd om, uh, om meer te doen met uh, AFAS. Dat was een schot in de roos, want wij wilden graag optimaliseren en automatiseren. Wij wilden een professionele, goed geoliede machine wegzetten. En uh, uh, Geurt heeft ons daarvoor uitgedaagd. En wij hebben dat ook gelijk uh, met beide handen aangegrepen. We hebben een drietal AFAS-applicatiebeheerders aangenomen, opgeleid. En we zijn gas gaan geven. En op, uh... Welke onderdelen zijn jullie bijvoorbeeld gas gaan geven? Kun je daar iets meer Wij hebben uh, heel veel meer workflows gebouwd. Wij uh, hebben bijvoorbeeld uh, de gesprekscyclus ingevoerd... waarin je beoordelingsgesprekken en popgesprekken met het personeel voert. We hebben de werken by -site geïnstalleerd. We hebben klantacceptatie uh, en klantcontinuatie... en klantopdrachtacceptatiecyclusen uh, uh, gemaakt. We hebben... Uh, ja, ongelooflijk veel signaleringen in het bedrijf opgenomen. We hebben dashboarding gedaan, cockpits gebouwd. We zijn nu druk bezig met de portal. Het is nogal wat, wat jullie hier twee jaar op pakken. Ja. Je hebt het nu vooral over de interne bedrijfsprocessen die je verder hebt gebracht daarmee. Uh, betekent dat ook nog wat voor je klanten? Ja, toen wij zagen wat je echt met AFAS kon dachten wij van nou, die kennis die wij hebben, die kunnen wij prima inzetten bij klanten. Dus wij zijn zelf ook uh, AFAS-applicatiebeheerders uh, gaan aanstellen voor klanten en helpen nu mee klanten te automatiseren en te optimaliseren. En dat is ook in ons belang als accountantsorganisatie, omdat wij heel veel data van klanten nodig hebben ja. om verrent dienstverlening te kunnen doen. Mooi. Ja, heb je een recent voorbeeld waarin dat terugkomt? Uh, een recent voorbeeld wat wij uh, nu zelf hebben uh, gedaan is bijvoorbeeld in deze coronatijd uh, is het heel erg van belang dat je een overzicht hebt van welke klanten maken gebruik van steunmaatregelen. We hebben een corona uh, workflow gebouwd waarin duidelijk is welke klanten welke steunmaatregelen genieten. Uh, al onze accountants en fiscalisten kunnen daar inkijken. En er zit ook signalering op wanneer die steunmaatregelen aflopen en we weer nieuwe acties moeten doen om steunmaatregelen te verlengen. En zo zie je dat onze hele organisatie in een vrij korte tijd enorm overzicht heeft van wat er bij klanten gebeurt en we klanten daar optimaal mee kunnen bedienen. Mooi, ja, mooi voorbeeld. Uh, ik denk ook dat uh, dit wil eigenlijk iedere klant wil. Uh, je moet alleen jezelf wel toe in staat stellen. Uh, om dat ook te doen. Nou, Martin kan dit absoluut niet alleen. Hij heeft een team van applicatiebeheerders uh, staan. En uh, een van die applicatiebeheerders is hier. Renate, welkom. Hoi, Hoi. dank je. Nou, wij kennen elkaar ook al wat, uh, wat langer. Uh, jij hebt hier bij AFAS het uh, succesbeheer traineeship gevolgd. Ja, Kun je daar klopt. wat meer over vertellen wat het jou heeft gebracht? Uh, ja, zeker. Uh, ja, ik ben hier uh, acht weken over de, over de vloer geweest. En uh, ja, dat was heel leuk. Een kijkje achter de schermen binnen AFAS. En... Uh, ja, mijn kennis is hierdoor uh, heel veel verbreed, maar zo, uh, zo kreeg je ook een, een, een case mee, zeg maar, die ik uh, zelf kon toepassen in de organisatie. Dus alle praktijk-issues uh, waar ik tegenaan liep, uh, kon ik meenemen. Ik kon vragen stellen aan jullie, uh, jullie medewerkers, uh, sparren met andere cursisten. En um, ja, het inzicht is enorm verbeterd en uh, het helpt me echt verder om uh, nieuwe projecten te uh, te bouwen en uh, af te ronden. Ja. Jij doet dat niet alleen, hè? Ik doe het niet alleen, met mijn collega's, uh, Nicky en Ivo. Kijk. Twee andere applicatiebeheerders. En, uh, Want als uh, ik zie wat jullie bouwen, nou, er staat een voorbeeld op het, uh, op het scherm, het, uh, het corona dossier waar uh, Martin net over sprak, dat ziet er mooi uit. En uh, heb je hier nog ondersteuning nodig van het AFAS? Uh, nee, ja, we hebben eigenlijk uh, geen uh, consultants meer over de vloer gehad uh, sinds de optimalisatie. Dus, uh, Helemaal niet meer? Nee. nee. Kijk. Dus ik denk dat we het goed met z'n drieën hebben op kunnen pakken allemaal. Ja. Zeker, ja. Nou, ik denk reden te over, zoals, zoals jullie horen, om uh, um eens in contact te komen met uh, mij of een van mijn collega's. Wil je nou een afspraak maken, dan kan dat. Ga naar avers.nl succesmanager. Druk op de knop, maak een afspraak en er wordt contact opgenomen om de afspraak ook daadwerkelijk te plannen. Uh, want uiteindelijk willen wij ook dat jullie bedrijfsprocessen uiteindelijk soepeler gaan lopen en we helpen jullie daar graag bij. Nou wellicht tot ziens.